En we staan bij Geoffrey Pétier. Ja, Geoffrey, 6-1 tegen Kampenhout. Ik denk dat jullie dat op voorhand niet hadden verwacht, hè? 6-1 is geen 1, nee. Dat kun je nooit op voorhand voorspellen natuurlijk. Maar het wedstrijdbeeld daarentegen, laat ons zeggen dat we er druven van dromen hebben. Zonder te verwachten hadden we toch wel ergens een klein beetje hoop dat we niet toch het spel kunnen maken. Maar ik denk dat het ook wel ergens te verwachten was, aangezien dat Kampenhout toch wel redelijk ver van achter staat op ons veld. De situatie waar zij in zit een klein beetje, dus ik denk wel dat we mochten verwachten dat zij gingen teruggetrokken spelen meer en dat ze het spel maken aan ons gingen overlaten. Dus dat is ook een beetje uitgekomen, denk ik. En dan nog zelf scoren, dat maakt het des te plezanter. En dan nog 2 weken na elkaar. Ja, scoren is altijd plezant natuurlijk. En ja, dat gebeurt al niet veel, dat ik score. En ja, laat ons zeggen dat de laatste 2 toch wel... dat toch wel leuk is om op die manier... Kan je de tweede goal hier nog eens beschrijven? Ik recupereer die bal ergens in het middenveld, geloof ik. Ik stift die over die man, geef die mee aan papa. Ja, en hij speelde me eigenlijk perfect in mijn loop. En dan is gewoon knallen. Hij is gewoon knallen en hopen dat die bal een beetje... een klein beetje gelukt, denk ik, misschien. Maar ik raak hem goed. Ik raak hem gewoon en vlieg binnen. Dus, Je start nu de terugronde met 6-6. Je gaat met veel vertrouwen naar opwaken. Wat mogen we van Berchem nog verwachten in die tweede ronde? Hetgeen dat ik altijd al gezegd heb eigenlijk. En dat is dat Berchem nog altijd meedoet voor een prijs gewoon. Ik denk dat we in de tweede ronde inderdaad heel goed gestart zijn. We geven weinig weg. We creëren zelf heel wat kansen. En we spelen echt wel goede voetbal gewoon. Ik denk met de komst van Kamal ook. Hebben we er iemand bij gekregen die, ja, die al eens de actie kan maken, dat we in de heenronde misschien toch een klein beetje misten. Dus dat is goed meegenomen. En daarnaast, iedereen, ik heb het vorige week ook al gezegd, ik zeg het vandaag terug. We zitten met een fantastische groep en iedereen knokt voor elkaar gewoon en dat is echt wel belangrijk. En ik denk dat we de tweede ronde, dat Berchem echt wel een ploeg gaat zijn voor rekening met avond. Dus ik wil morgen iedereen aanpakken eigenlijk, zelfs Aalst. We staan bij Stefan Delalieu. Ja, Stefan, 6-1 tegen Kampenhout. Ja, wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik denk voor 6-1 had iedereen willen tekenen, denk ik. Hè. Dat is, ik denk Kampenhout is toch een blok. Dat zag je het eerste kwartier, denk ik. Dat hebben ze het toch even moeilijk gemaakt. En dan krijgen wij die 1-0 tegen. Een lucky goal natuurlijk. Kan gebeuren, veel wind. Dus ja, dat is een opdoffer, maar dan denk ik dat we snel die neermaken. En dan die rode kaart uiteraard, dat ons toch wat geholpen heeft. Maar je zag dat we meer en meer in de wedstrijd kwamen en dat we Kampenhout bij de keel grepen. En dan scoor je zelf je 2e doelpunt van het seizoen. Kan je doelpunt nog eens beschrijven? Ik doe teken naar Oppie dat hij de bal eigenlijk tweede paal moet gooien. Ik denk een vrije trap. En Oppie brengt die natuurlijk perfect naar de tweede paal. Maar ik zie hem eigenlijk vrij laat komen en ik kan hem overhoeks binnenkoppen. Dus het is plezant dat de gelijkmaker was. En het is altijd belangrijk dat die snel komt. Volgende week ben je geschorst, denk ik. Ja. Is dat pijnlijk? Ja, oké, die 3e kaart moet er altijd komen. Hè. Maar het is natuurlijk pijnlijk dat dat juist tegen Opwijk is. Een ploeg waar wij eigenlijk een inhaalbeweging naar doen. En de manier waarop is ook eigenlijk het plein. Je schuift wat door en je raakt die mensen. Maar die 3e gele kaart komt er ooit. En die is nu vandaag gevallen. Spijtig, maar de vervanger zal het even goed doen. Dankjewel, Stefan. Dankjewel.